En een deel van de cast is hier Corneel Evers, Fokkelien Ouwekerk, zie Nina Wijs en Thor Brown. En met name Nina en Thor, die moeten voor 11 uur uit beeld. Dat mag niet, want ze zijn nog te jong. Maar er komt nu champagne binnengelopen en voor jullie is denk ik appelsap. Hoe dan ook, jullie verdienen het, want die Emmy is hier. Laten we gewoon erop proosten. Alain, als ik met jou mag beginnen. Ja, voor jullie beiden eigenlijk. Ik heb begrepen, daadwerkelijk een droom. Voor de derde keer genomineerd en dan uiteindelijk hem winnen. Ga je er nog met een verwachting of denk je van, ach, dat zal toch weer niet lukken? Nou, je gaat met de verwachting dat je verliest eigenlijk. De hele dag zet je, eigenlijk de dagen ook daarvoor, zet je eigenlijk schrap voordat je weer gaat verliezen. We hebben dit al in New York een keer meegemaakt. En ze doen het heel handig en heel chic, want je krijgt 's ochtends bij een ontbijt een medaille, een hele mooie medaille. Oorkonde, ontbijt, dan moet je ook een speechje houden, een bedankspeechje. Dan oefen je eigenlijk al voor de avond, mag ook maar 30 seconden duren. Dus je hebt al een beetje het gevoel dat je een winnaar bent. Maar je weet drommels goed dat je dat nog helemaal niet bent. Nee. En dan ben je eigenlijk vooral bezig van al vooraf te verwerken dat je de prijs niet krijgt. En helemaal als je dit al een keer... En wij al helemaal samen dit al in New York hebben meegemaakt. Hadden we zoiets van, dat wordt het toch niet. Er was een serie van de BBC, zat onder de nominaties. Dus we dachten, en ook een Hollands van Pupkin film, ook een hele mooie film. Dus nou, we waren het alleen maar aan het wegrelativeren. Maar naarmate de tijd verstrijkt en je komt steeds dichter bij die prijs. Je moet eerst nog een heel diner verorberen. Het is echt een lijdensweg. en dan wordt het dicht en dan komt die envelop en die gaat niet open. En nou, je gaat echt... helemaal dood. En dan opeens hoor je de naam van de titel. En nou, wij gingen echt gewoon... Wij stegen op en we zijn niet meer geland. Was jij net zo pessimistisch als Alain? Of was je iets optimistisch, Mark? Je beschermt jezelf een beetje door gewoon je... Verwachtingsmanagement. Ja. Is het eigenlijk. Het kan ook dat ik niet win. Ondertussen hol je die hoop achterna... dat je gewoon straks met die prijzen het podium afstapt. Laten we nog even kijken, dat moment hebben we een paar keer voorbij zien komen, maar nu ook nog met een deel van jullie speech erachteraan. The winner is rhubarb. Yeah! We're very, very happy with this prize. Thank you so much. Thanks to the Academy, thanks to the KRO TV and Suzanne Kunstler, who's been supporting this film from the beginning, and Mark de Kloo. We've made so many movies together. We were nominated twice and now we won the prize. We're so happy. Thank you so much. Thank you. Hey, ik zeg proost op jullie allemaal, ook op de cast, Pauline op de Emmy. Ik neem een slok. Dus... En op de cast natuurlijk, daar aanwezig. Nee, absoluut ook de cast aanwezig. Want wat betekent zo'n Emmy? Nou, ik ben er ontzettend blij mee. In televisie is het het hoogste wat je kan bereiken. En zeker als je een paar keer verloren hebt, is het gewoon heel fijn als je dan pats en je wint hem. Dat is heel prettig.